een hele goede middag allemaal. Welkom in Amsterdam. Ik vind het echt ontzettend tof om te zien dat er zoveel mensen, zoveel gele hesjes, toch iedere keer weer bij de demonstraties komen. Ik wil eigenlijk een beetje benoemen wat ik vind dat we de afgelopen 4 maanden echt ontzettend veel met elkaar bereikt hebben. We hebben hier een heleboel hele lieve mensen staan die elkaar 4 maanden geleden niet konden. En elkaar nu op alle mogelijke manieren proberen te steunen. Eén grote gele familie inderdaad. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het heel tof vind dat we hier zo'n mooie wandeling hebben mogen maken met. Je ziet natuurlijk op Facebook een heleboel gebeuren waardoor je af en toe denkt van die gele hesjes, zijn die het überhaupt wel met elkaar eens? Maar kijk om je heen en volgens mij zijn we het allemaal best wel met elkaar eens dat er gewoon dingen moeten we veranderen aan het systeem. Dat we vooral niet tegen elkaar moeten knokken, maar dat er een paar mensen, een groep mensen is die denkt dat ze mogen regeren over het volk. Dat gebeurt wereldwijd, niet alleen hier in Nederland, dat gebeurt in België, dat gebeurt in Frankrijk, Canada. Er zijn allerlei landen die opstaan en die doorhebben dat het systeem ons als volk kapot probeert te maken. En volgens mij er zijn mensen die een gesprek met de heer Rutte hebben voor elkaar gekregen voor de gele hesjes. Dus meneer Rutte die gaat in gesprek met de gele hesjes. En daar zijn mensen die dus daar credits voor krijgen. Een ontzettend lief geel hesje wat daar staat. Dat mag gezegd worden. Zo hebben we hier ook met de groep in Amsterdam voor elkaar gekregen dat we bij mevrouw Halsema op de stoep stonden. En dat heeft doordat er veel gebeurd, dat we dan naar veel landelijke demo's zijn gegaan, heeft dat even op zich laten wachten. Maar ik vind dat we een leuke groep mensen bij elkaar hebben die genoeg te zeggen hebben. Dus ik zou graag deze week daar mee aan de slag willen en dan gaan we bij de eerstvolgende demo hier in Amsterdam. Gaan we gewoon weer bij mevrouw Halsema voor de deur staan, maar dan goed voorbereid. En dan hoop ik dat ze ons vragen kunnen gaan beantwoorden. En voor de rest, ik wil zeggen, volgens mij moeten we gewoon een hele lange adem hebben. En in deze 4 maanden hebben we al heel veel bereikt. Dus ga vooral zo door. Zoek elkaar op en laat vooral Facebook een beetje links liggen. Er is een hele mooie website, gelehesjesnederland.nl. Daar staat veel informatie, daar wordt een heleboel gezeik genegeerd. En daar komen de punten waarvoor de gele hesjes staan wel naar voren. Zoals bijvoorbeeld een bindend referendum, waar we allemaal mee eens zijn dat we daarmee de stem van het volk weer terug kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen, de volgende keer met z'n allen, ga naar Den Haag, ga naar de politiek toe, kantooruren. En spreek die mensen aan, douw ze een camera in hun gezicht en vraag ze gewoon wat je wil vragen, zou ik zeggen. En bij deze wens ik jullie nog een hele fijne middag en bedankt dat jullie hier zijn. Dankjewel.